Geert, welkom in ons kleine studio. We hebben net de wedstrijd gezien. De eerste helft was een shootout. En de tweede helft wordt er toch wat verschil gemaakt. Wordt 97-74 voor Zorgen Zeker Leiden. Wat is jouw visie op dit duel? Ja, ik denk dat jij het goed en kort samenvat. Dat het een wedstrijd was van twee helften. Technisch gesproken is iedere wedstrijd een wedstrijd van twee helften. Maar dit waren twee verschillende helften. Het was niet bijzonder. Het type basketbal, de identiteit die wij willen naar voren willen brengen. En ook zeker niet in de resterende wedstrijden, wat de eerste helft gebeurde. Maar op zijn minst was dat beter dan de tweede helft. Ja. We maakten wat schoten, Leiden maakte wat schoten. En er was een aparte score van, geloof 49 tegen 47. Dat zijn veel punten. Ja. Veel punten, weinig defense, veel turnovers en ook fast breaks. Okay. Willen wij wedstrijden winnen, moeten we dat anders doen. Wat we zeker anders moeten doen is waar wij dan op terugvallen in de tweede helft. En ja, ons succes is toch 4, 5, 6 passes in de aanval en dan schoten creëren die meer open zijn dan na één pass. En we vielen terug in oude gewoontes en we gingen veel te snel, zochten we onze eigen schoten. En dat resulteerde in hele lage percentages. En we kwamen volgens mij in het begin derde kwart nog eventjes voor, maar daarna was het ook snel afgelopen. Ja, precies. Wat me opviel in de tweede helft vooral, we zeggen, ja, we houden van lange aanvallen met veel passes. Die waren er ook, maar dat was het 24 seconden. Dan heb je eigenlijk ook geen schot genomen, verlies je ook die bal. Nou, weet je, zoals ik zei, ik denk dat we de tweede helft heel veel aanvallen hebben afgesloten na één paas. Mm-hmm. Als we dan een keertje een aanval te lang lopen en 24 seconden over, dan vind ik dat niet eens zo erg. Ja, want ik heb liever dat we dan dicht tegen de 20 seconden aan zitten en een keertje over de 24 komen dan 5, 6, 7 aanvallen achter elkaar onder de 10 seconden met nog 14 seconden op de shotclock blijven. Dat is niet wat wij nee, willen en dat is ook niet wat onze recente successen hebben onderstreept. En daarom is het ook apart, en dat hebben we net besproken in de kleedkamer, dat we afstand nemen van wat succesvol is voor ons is geweest. Nou, daar moeten we maandag weer aan gaan trainen, kijken of we dat weer op kunnen schroeven. Ja, precies. Want uiteindelijk kwam je natuurlijk met een goed gevoel. Je wint met 10 punten afgelopen donderdag bij Landstede. Leiden had dan niet bepaald overtuigend gespeeld in Amsterdam. Dus je denkt, nou, dat is misschien wat te halen. Kerazen doet niet mee. Bij jou doet Koch niet mee. Hoe gaat het daar trouwens mee? Even tussenvraagje. Ja, hij heeft een hersenschudding. En kijk, één, ik ben geen dokter. Laat ik dat even vooropstellen. Maar een beetje ervaringsexpert met betrekking tot enkels, knieën, heupen, schouders en dat soort dingen. Maar hersenschuddingen, daar kan ik niks van zeggen. Nee. Ik kan ook weinig zeggen over die andere blessures trouwens, hoor, omdat ik geen dokter ben. Maar hersenschudding is iets heel apart. Ze zijn ermee bezig, maar hij blijft er iets wat last van hebben. Dus dat kan nog wel even duren, denk ik. Ja. Pim de Vries deed ook niet mee. Nee. Heeft voor ons gevochten in die tijd dat wij 4, 5 blessures hadden. Allemaal grote mannen waar hij center speelde. Mm-hmm. Die gevochten en toen was hij ook licht geblesseerd. En nu moet hij even zijn pauze pakken. Maar ik denk dat hij binnenkort terug is. Ja, wat heeft hij voor blessure dan? Enkel. Oké, mijn enkeltje. Ja. Okay. Dus even terug naar mijn vraag. Dan ben ik de vraag die ik uiteindelijk wilde stellen. Van, oh ja, over goed gevoel. Kerazen niet mee, Koch niet mee. Hoe groot had je echt het idee vooraf van, nou, hier, we kunnen hier eens een stuntje pakken en we gaan Leiden verslaan? Ik wil dat tweedelig beantwoorden. Eén, kijken wij niet zozeer naar waar de tegenstander staat. Okay, goed, achteraf, nu wij hier zitten, kunnen we natuurlijk zeggen, Leiden staat bovenaan. En het beste team dusver in de Eredivisie, in de DBL. Maar wij vinden dat we tegen iedereen en met iedereen kunnen spelen. Nu is deze uitslag misschien niet, geeft dat niet zo direct weer. Wat is het, 20, 30 punten verschil, weet ik niet eens. 23, 29. Okay. Ja. Maar wij vinden dat we langzamerhand zo op het punt zijn dat we met iedereen meespelen. En dus mijn tweede punt is, ja, een stunten wordt geëlimineerd. Als je stunt, dan insinueer je dat het een verrassing is. Wij denken als wij winnen dat het geen verrassing meer is. Ik denk ook dat de tegenstander niet meer denkt dat wij winnen, dat het misschien een verrassing is. Dus ik denk dat wij langzaam omhoog kruipen, maar de tweede helft vandaag was daar geen voorbeeld van. Nee. Ik vond de wedstrijd trouwens opvallend veel lijken op de eerste wedstrijd hier in Leiden. Toen stonden de Windmills na het eerste kwart voor, bij de rust was het 6 of 7 punten verschil. En aan het eind was het ook weer 91-66.
was het ook 25 punten verschil, nu is het dan 23. Nou, laat ik dan een compliment maken aan Rolf, de coachingstaf en ZZ Leiden. Ze hebben natuurlijk heel veel ervaring opgedaan dit seizoen. Spelen tegen de andere drie in de top vier bijzonder goede wedstrijden, hebben Europees gespeeld. En zij weten beide, de coachingstaf en de spelers zelf, natuurlijk wanneer ze in een overdrive kunnen kicken. Ja. En dat is super gevaarlijk, we hebben dat besproken. Zij kunnen opeens, als ze als Leiden 6 punten achter staat of gelijk staat, kunnen ze opeens, boom, een overdrive ingaan. En dan sta je opeens 10, 15 punten achter. Dat is een klasse die ze hebben. Spelersgroep, individuele spelers, maar ook hoe ze samen kunnen spelen. Coaches die weten wanneer ze die button moeten pushen. En dat is super gevaarlijk. En dat zal ook de rest van het seizoen en in de playoffs een gevaarlijk wapen blijven. Dat zij ten alle tijde in de 40 minuten een stapje sneller kunnen gaan lopen en een gaatje kunnen slaan. Ja, want dat wil te snel punten scoren in een korte tijd. Dat gebeurt ook in Dordrecht. Want volgens mij stond Dutch Middels na drie kwart nog een punt voor. En in de eerste 3 minuten van het vierde kwart was het opeens 10 achter. Vandaag? Nee, in de wedstrijd in Dordrecht. Oh, ja, nee, dat klopt. Sorry, ja, sorry. Je zei dat correct. Ik hoorde het fout. Nee, dat klopt. Daar was het nog spannender. Kijk, gelukkig mogen we nog een keertje tegen Leiden in onze thuishal. En dan moeten we kijken of we in ieder geval die zeg 18 minuten waar we in de tweede helft echt zonder hoofd, zonder concentratie hebben gespeeld. Dat we dat kunnen verkorten en hopelijk binnen de 3 minuten kunnen houden. Want als wij de 37 minuten geconcentreerd spelen tegen Leiden, hoop ik dat wij een thuiskantje kunnen creëren. Ja, precies. Nu je het woord thuis noemt, ik moet het toch even vragen. Van, wat is er nou aan de hand? Mogen jullie daar gewoon de hal weer in? Is er alweer betaald? Of is het allemaal een beetje een soort broodje aap verhaal? Of iemand die zijn gram wil halen? Boah, dat is een aparte stelling, die laatste. Ja. Iemand die zijn gram wil halen. Laat ik vooropstellen dat ik bij de eerste keer dat zulke soort verhalen naar buiten kwamen, ik heb geprobeerd dat uit te zoeken hoe dat zat. Dat is 4 maanden geleden, geloof ik. Ja. En ik heb bewust vanaf die tijd involveer ik of betrek ik mezelf niet bij die zaken. We hebben een bestuur. Zij proberen dat te regelen. Maar iemand zijn gram halen, nogmaals, ik ben er verder vandaan dan 4 maanden geleden, toen het een broodje aapverhaal was. Hè. Ja. Nu lijkt het, maar nogmaals, ik sta er ver vanaf. Ik laat het bestuur dat regelen, maar dat iemand zijn gram probeert te halen. Nee, maar trainen jullie nu gewoon in die hal? Nee, nou ja, we trainen in een hal. We hebben goed getraind gisteren. We trainen niet in die hal, maar dat doen we vaker niet. Hè. Okay. Kijk, dit is een groot sportcomplex, je bent er natuurlijk geweest. Ja. En er zijn veel dingen aan de hand. En we trainen het hele jaar al niet de hele week in die hal, in meerdere hallen. En we hebben niet de afgelopen week in die hal getraind. Maar dat doen we wel vaker. We trainen in Rotterdam wel eens, in andere hallen in Dordrecht. Etcetera. Nou ja, wat dat betreft was het goed schema dat je natuurlijk 3 keer uitspeelde. Dus dat je ook niet die vraag had van ja, kunnen we erin. Maar volgende week wordt het natuurlijk wel volgend weekend moet je wel thuis spelen. Ik ga er gewoon 100% van uit dat we dat ook gaan doen. Maar dat is aan het bestuur, niet aan de coach. Okay. Nou, ik wens je succes. En wie weet tot in de playoffs. Dat is misschien dan wel de finale, ja? Nee, dat kan niet. Als Leiden eerste wordt en jullie worden 4 of 5, dan kan het niet meer dan de halve finale zijn. Kijk, daar heb jij al naar voren gekeken en dat heb ik dusver nog niet gedaan. Maar nee, dank voor de informatie. Oké, graag gedaan. Gefeliciteerd met de overwinning. 97-74. Je zou denken, regelmatig overwinning. De eerste helft was een shootout met 2 punten verschil. Wat is het verschil geweest ten opzichte van de tweede helft? Nou, ik denk dat de verdediging goed op de rit kreeg in de tweede helft. Dat was eigenlijk in de hele wedstrijd het doel. Maar ik denk wat Windmills goed deed was toch aan het eind van de aanvallen in de eerste helft toch een aantal mooie 3 punten of 2 punten erin krijgen. Dus ik denk dat we het helemaal niet zo verkeerd deden. Alleen we kregen net het verdedigende momentum niet in de eerste helft. Waar zij ook in het spel kwamen, gewoon eigenlijk heel goed deden. Ja. En wij deden het aanvallen denk ik ook goed, dus op een gegeven moment krijg je een beetje hoge scoren. Daar hebben we in de rust over gehad, ja, en dan vind je op een gegeven moment wel het haakje. En het haakje was wederom de zon. Ja, okay. Dus nou ja, goed, het is in ieder geval uiteindelijk toch een ruime overwinning geworden. Dutch Windmills kwam hier natuurlijk wel met een goed gevoel naartoe. Nadat ze natuurlijk 2 dagen geleden van Landstede hebben gewonnen. Nu Landstede vanavond verloren heeft, kan je afvragen wat dat dan waard was eigenlijk. Dus, want ik neem aan dat je de uitslagen ook ondertussen kent. Nou, ik heb het net gehoord, maar dat maakt eigenlijk helemaal niet veel uit. Kijk, het gaat om de wedstrijd Windmills.
dit was in principe gewoon een moeilijke wedstrijd. Dat heb je ook de eerste helft gezien. En we hebben denk ik onze dingen goed gedaan in de tweede helft. Kijk, we hadden 10 turnovers de eerste helft, tweede helft 5. Ja, precies. We hadden 3 aanvallende rebounds, de eerste helft en de tweede helft ook 5. En wij willen 5 gemiddeld eigenlijk. Zowel voor turnovers als voor offensive rebounds per helft. Dus we hebben gewoon eigenlijk de tweede helft gedaan wat we moesten doen. Ja, dan zie je het resultaat. Ja, ja, precies. Ik vond het wel grappig. Op een gegeven moment, vlak nadat de tweede helft begonnen was, had je de Randami al naar de bank gezet. Van die gaat wisselen. En volgens mij zou hij voor Sims moeten gaan wisselen. En op dat moment heeft Sims een paar goede acties. En je haalt de Randami terug. Is dat inderdaad zo van je zegt van nou, hij doet het goed, ik laat hem nog even staan? Nou ja, kijk, je hebt zelf, als je zelf op het veld hebt gestaan, weet je hoe belangrijk het is als je net even niet lekker erin zit en je maakt je eerste bal, eerst de goede bal, want dat was het. Ja. En die wissel staat er al, dan is dat gewoon vervelend. Dus daarom koos ik ervoor om, overigens ook, dat was zijn verzoek, hè, we hadden mooi oogcontact en weet je, dan geef je iemand vertrouwen en dat pakte hij. En dat is denk ik heel mooi. En Sergio snapt dat, gaat even terug, komt erna erin en speelt eigenlijk een hartstikke mooie wedstrijd. En dan heb je 2 spelers die een mooie wedstrijd spelen. Ja, precies, want op een gegeven moment stonden ze gewoon naast elkaar binnen de line-up. En dat heb ik niet zo vaak gezien. Nee. Dus wat dat betreft is het wel mooi, want er komen natuurlijk belangrijke weken aan, nu belangrijke wedstrijden. Dat Sims misschien weer wat zijn draai wat gaat vinden. Dat Randami toch wel een waarde blijkt te hebben voor de ploeg, wat hij in het begin natuurlijk wat minder had. Dat er gewoon, ondanks dat Keraas er niet is, dat je gewoon goed kan spelen. Ja. Nou, kijk, de waarde van Sergio die was er al. Hè. Kijk, vergis je even niet, als je je been breekt in een Europa Cup cyclus is dat gewoon bagger. Ik zeg het maar een beetje bot als speler. Ja, ja. En dan kom dan maar eens terug. Hè. Dus wat hij doet is eigenlijk heel erg knap. Met geduld uiteindelijk stap voor stap erin komen. En als je vandaag ziet hoe hij speelt, en met name ook tegen die zone. En deden we overigens als team heel goed. Ik denk dat hij gewoon alle complimenten verdient vandaag. Ja, nee, dat is ook weer terecht. Dat zeggen we ook hier in die uitzending natuurlijk. Dat afgelopen wedstrijd had hij natuurlijk al 11 punten en een paar rebounds. Nu heeft hij er 16 of zo, geloof ik. Ja. Dus wat dat betreft heeft het natuurlijk sowieso waarde. Maar het is mooi dat het nu gaat werken. Ja, nee. Dus wat ga je de komende week doen? We hebben natuurlijk een wedstrijdje op woensdag. Is er al een kans dat Keraas in woensdag al wat minuten gaat maken? Is er überhaupt kans dat hij de bekerfinale haalt? Ja, daar heb ik helemaal geen zicht op. Dus laten we daar gewoon ook helemaal niks over zeggen. Kijk, we hebben gewoon Apollo woensdag. Gaan we dezelfde manier voorbereiden. Masseltjes dat we natuurlijk al tegen ze gespeeld hebben. Dus dat de scoutingstijd iets te korter zal zijn. Dat is ook wel eens lekker. En dan hebben we uiteindelijk de bekerfinale zondag. Maar dan gaan we dus na Apollo pas mee aan de slag. Dus ook hier weer wedstrijd voor wedstrijd. En gewoon maandag en dinsdag weer trainen. Ja, nee, duidelijk. Dankjewel voor je komst. Yes. Succes de komende dagen weer. Hey, hoi. Dankjewel. Hoi.